Jeffrey, jij moet bijzonder tevreden zijn met name jouw invalbeurt, want jij geeft een impuls aan deze ploeg. Ja, ik ben zeker blij met mijn invalbeurt. We hadden strijd nodig en ik denk dat we dat de tweede helft vooral hebben geleverd. Dus ja, ik ben blij met mijn invalbeurt. Zorg jij vanaf de bank van de eerste helft, want het is een wervelstorm die over jullie heen kwam? Ja, Sparta was beter en we speelden niet echt goed. Wat ik zeg, vooral de strijd was er niet. En ja, ik ben blij dat we hier gewonnen hebben. Heb je ook laten zien dat je eigenlijk in die basiself thuis hoort, voor je gevoel? Ja, tot nu toe heb ik bijna elke wedstrijd begonnen. En dan precies eigenlijk tegen Sparta, jouw club, moet je op de bank beginnen. Dat is jammer, maar ja, aan mij is het alleen of aan de trainer het ongelijk te geven. Dus ik ben blij dat dat is gelukt. Maakt dit het voor jou extra lekker als oud-Spartaan in het shirt van Dordt winnen van Sparta? Ja, deze wedstrijden zijn natuurlijk leuk om te spelen. En dat je dan scoort, dat is alleen maar mooi. Speelde dat überhaupt bij jullie? Want er zitten de nodige oud-Spartanen daar binnen in die feestende kleedkamer. Ja, klopt. En ik denk dat ze allemaal wel graag van Sparta wouden winnen. Sowieso is het leuk om tegen je oude club te winnen. En ja, we hebben vooral veel jongens die bij Sparta hebben gespeeld. Ja, die gaf een extra boost. Is het voor de wedstrijd ook echt zo uitgesproken door jullie oud-Spartanen onderling? Of? Ja, natuurlijk. Je praat er wel natuurlijk over dat je tegen een oude club wil spelen. En als je scoort, is het helemaal leuk natuurlijk. Dus ja, dit zijn de leuke wedstrijden om te spelen. Jullie zijn thuis nog steeds ongeslagen. Ook bij wedstrijden dat het moeizaam gaat. In elk geval niet verliezen. Dat is knap. Ja, zeker. Tot nu toe doen we het goed. We hebben ook een verkeerde ploeg. En vooral als we strijd leveren, kunnen we ver komen. Dus tegen elke club eigenlijk. Ja, en het mooie is de tegenstand die je hebt gehad. Sparta, Cambuur, Willem II, dat zijn de toppers. Als jullie die prestaties ook gewoon leveren wanneer je zou verwachten dat het sowieso kan, dan lijken die play-offs qua cijfers gewoon haalbaar. Ja, wat ik zeg, we hebben gewoon een goede ploeg. En ik denk, zoals we nu spelen, als we dat elke wedstrijd kunnen opbrengen, dan kan je gewoon ver komen. Hoe laat gaat het vanavond worden in Huizen Rijsdijk? Nou, het zal wel meevallen. Morgen gewoon weer trainen. Dus we hebben wel even een klein feestje, maar ja, niet te laat.